Het begon als ontmoetingsplek voor jongeren die ongewenst waren in de rest van Nijmegen en groeide uit tot een voorloper op het gebied van poppodia, Doornroosje. De concertenverzorger vierde donderdag haar 50-jarig bestaan. Wethouder Vergunst was aanwezig, net als veel medewerkers, ex-collega's en mensen betrokken bij het poppodium. Doornroosje ontstond in 1968 op de Sint-Jacobslaan in Nijmegen. Hier troffen jonge hippies elkaar in een beschilderd boerderijtje. Na de sluiting van het pand zag de gemeente in dat er behoefte was onder jongeren aan een eigen honk. In 1970 werd dit wat men nu het Oude Roosje noemt. Dit felgekleurde oude schoolgebouw aan de Groene Woudse weg diende als bakermats van veel grote artiesten. Zo hebben ooit bands als Pink Floyd en DJs als Daft Punk bij Don Roosje gespeeld. In 2014 verhuisde het podium naar het huidige gebouw naast het station. Het oude pand zal worden gebruikt om nieuw muzikaal talent te kweken onder de naam De Basis.